toch niet veel meer van deze. Daar ken je ergens van. Ja, waarvan? Ergens van. Ik kom hier vandaag stalken. Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Kom even uit, even uit. Hoi, ik ben een fanvlogger. Oh, krijgen we nou? Ja, zeg het maar. Maar mag ik je handtekening? Jij mag mijn hand? Je handtekening. Handtekening, nou, ik dacht het niet. Echt wel. Maar, nou. Ik ben er helemaal waar was. Ja. Dus ik wil echt je handtekening. Dus je bent eigenlijk een fan van mij, of niet? Ja, heel erg. Ga je een fanclubje van maken? Ja. Oh, nou, weet je wel wie ik ben dan? Weet John. Ik ben John? Ja. Nee hoor. Jawel. Oké. Okay, enige echte goede zanger. Ja, kijk. Nou. Ik heb 400 zoveel nummers voor jou. Nou, dacht niet. Nee, ik dacht niet echt. Ja. Oh, wat is jouw naam dan? Wie ben je eigenlijk? Mijn naam is Levi. Levi Vlogging. Ik maak allemaal vlogs over jou. Oh, maak je ook toevallig clips? Ja, ook toevallig wel. Voor TV Oranje? Ja. Kijk, de grootste fan die komt gewoon even bij me langs. Hè. Ongelooflijk. Inderdaad. Nou, ik doe inderdaad dat zingen, ja. Maar ik ben er ook wel blij mee, hè. Nou, ja. Ik wil zo graag je handtekening. Ja, maar ik dacht, ik ga wandelen. Waarom ga ik wandelen? Er zijn zoveel fans die willen, zijn me aan het zoeken. Dus ik denk, nou, ik loop maar gewoon door. Jee, wat moet ik daar nou mee? Ik wil je handtekening. Erwin, laat ik jullie met rust. Wil je zeker vast ook interviewen, of niet? Ja, ook. Ik wil ook een interview met jou. Nou, dan gaan we dat misschien doen. Maar ik heb geen pen bij me. En ik heb ook geen geld bij me. Hoe is dat niet nodig? We moeten wel even pen en papier legen, hè? Ja, nou, we gaan eventjes naar Chopin heet het. Dan geef ik binnenkort een feest. Oh, en trouwens, mijn vriendin is jarig. Wil ik jou uitnodigen om gezellig lekker te gaan eten bij je, genieten en zo. Oh, dat is leuk. Ja. Oh, daar hou ik van. Oh, ja. Dankjewel. Ja, want ik ben echt je grootste fan. Samen met ben je misschien getrouwd of wat? Ja, ik ben getrouwd, al bijna 2 jaar. Neem die mee. Ja, is goed. Nou, gezellig eten. Het is vandaag jarig dinsdag, hè, de 20e. Oh, nog gefeliciteerd trouwens. Ja, haar naam is Rianne. Gefeliciteerd met Rianne. Ja, nou kijk, dus ja, ik wandel heel hier. Ik heel graag hier in, laten we zeggen, in Boulevard. Goossens en zo. Daar heb ik trouwens ook een clip laten maken. Hè? Oh echt? Ja, oh ja, die had ik gezien. Die heb je zelf gemaakt, geloof ik. Die heb ik gezien. Wie is die goede opnemer? Dat was, de naam is Levi. De beste vlogger. Oh ja, die ken ik wel. Die volg ik ook. En die vlogt, nou, als er een spring kan, zou je ook bewijzen. Die zou ook bewijzen van kunnen filmen. Gewoon een kleintje. Dan gaat hij. Nou ja, dat is dan. Zo ben ik dan, hè. Kijk. Nou, dit is prachtig weer. We hebben gelukkig de zon. Maar, eigenlijk, ik wist niet dat je zou komen. Nou, ik heb ook niks laten weten. Ik wilde gewoon heel graag je opzoeken. Oh ja, als fan zijnde. Ja. Nou, dan gaan we. Als je grootste fan, dus ik heb stadland afgezocht. Ik ben in Rotterdam geweest, Amsterdam geweest, Vlaardingen, weet ik het waar. Vlaardingen? Zeeland ben ik geweest. Daar kom ik net vandaan, van Zeeland. Ben ik allemaal geweest, maar kon je niet vinden. Elke keer was ik net 2 minuten te laat. Was je wel bij Katwijk? Ja. Natuurlijk, je hebt natuurlijk voor mij gevlogd ook, hè? Ja. Kijk, nou. Gaan we even die kant even op. Breek je nek. Kijk, kan je niet maken, hè, dat je nek breekt. Hè? Je loopt een beetje schuin naar beneden. Kijk, hier loop ik ook graag. Soms ga ik wel eens op een bankje zitten. Vind ik ook wel eens leuk. Wat bankje. Bankje. Ja. Ja. Maar het is gelukkig niet koud. We hebben geluk. Inderdaad.
Ja, ik ben een beetje, wel een beetje verkouden, maar... Oh ja, aanstaande donderdag ga ik live op Facebook. Hou dat ook even in de gaten. Dat heb je vorige week ook gedaan. Doe ik altijd. Ik ben je grootste fan. Ik hou alles in de gaten. Kijk, nou ja, dit is... Hier kom ik ook altijd. Hier ga ik altijd even lunchen. Hier ga ik een feest geven. Een grootste feest. Zo. Er komen er 80 mensen komen op af. Er zijn twee leuke mensen. Ja? Ja, er zijn echt twee hele goede mensen. Kijk, hier zo. Dit is de ingang. Hier wordt het dan gegeven. Hier ga ik dan het feest geven van Rianne en van mij. Ons feest. Nou, kijk, hier kan ik dan de muziek neerzetten. Hier komen allemaal tafeltjes, stoeltjes. Die gaan we al voor van de week aan elkaar zetten. Gaat hem helpen, want hij is een beetje slecht been. Nou, dat is lunchroom Jap, hele goeie. En ze hebben daar fucking goed en lekkere broodjes. Nou, sta je weer met mij te interviewen. Ja. Maar dat was niet de vraag. Wat moest ik nou doen? Ik wil je handtekening. Nou, gaan we even naar binnen. Hij heeft een pennetje in het papiertje. Gaan we even kennis, dat nou gaan weer. We even kennis maken. Hey John, hallo. Zo, zit je in de vlog, joh? Ja, ik zit in de... Ik wist het nog ineens dat ik werd gevlogd. Oh. En ja, hij is een grote fan, dat naam was... Levi. En ik doe het heel graag vloggen. Oh. Maar ze hebben me nou gevonden. Oh. En ik was er natuurlijk aan het rondrennen. En je weet dat ik hier altijd ga lunchen. Ik heb je nooit gezien. Ik heb je nou, zijn naam is Ronald. Oh. Henk hoor. Oh, heet Henk. Nou, dan... hij heeft mij een pennetje en papiertje, was er wel... Ook dat nog? Ja. Ja. Jezus, ik kon daar niet gekker gaan worden ook. Ja. Levi wil heel graag een handtekening van mij. Ja. Je bent er wel goed wijs, hoop ik, hè? Nee, nooit. Moet je met een handtekening verzoenen dan? Handtekening doorverkopen, nee. Boven mijn bed hangen. Dat levert niks op. Alleen maar Linde. Ja, dat bedoel ik nou. Hier is altijd... Oh. Alsjeblieft, wil je een stift hebben? Wat wil je, een stift of de pen? Pen. Oh, pen. Peper. Ja, mijn stift wordt het lekker vet opgeschreven, hè? Ik heb het makkelijker boven je bed hangen. Okay. Maar, je krijgt een handtekening, maar als beloofd ga ik natuurlijk interviewen dadelijk. Rijk dan beloofd. Hoe groot wil je het hebben? Leesbaar? Ja, leesbaar. Leesbaar. Dus kan het natuurlijk niet. Komt-ie, hè? Ja, kan niet groter, hè? Kijk eens aan. Moet nog mijn naam erboven? Ja. Weet je tenminste dat ik het ben, hè? Ja, anders denken of we, eronder. Anders denken we, wie is dat? Ja. Alles moet je zeggen, oké. Veel liefst, kusjes, om. Echt, hè? Nou, nee. Oh, dan zet ik gewoon nog wat leuks neer. Bedankt. Ja, ik weet niet waarvan, maar ik zet het gewoon neer, hè. Voor alvast voor jou, hè, natuurlijk. Ja. Oh ja, tot bij de lunch, hè. Nee, tot aan bij het avondeten, hè. Tot volgende week, hè. Wanneer, hè? Deze week. Oh nee, tot... zondag. Tot zondag. Nou. Is het leesbaar? Nou, ja. Ja, het is leesbaar. Het is leesbaar. Beter dan van me, denk. Kijk eens aan, dit is je handtekening. Tata. Ik heb hem. Ben je er blij mee? Ja. Hoe blij? Heel blij. Heel blij. Heel blij. Moet ik het voor je opvouwen? Ja. Moet ik het zo klein vouwen dat je het bijna onleesbaar is? Nee, doe dat maar niet. Ja, ik ken haar niet, hè. Ik ken hem niet. Echt niet. Ik kwam zomaar uit het niets. Ze is naar Vlaardingen geweest, is overal geweest. Ik zal het onthouden. Ik schrijf het op. Oké. Nou, alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft, hè. Maar daar ging het om. Oké, wij gaan even naar buiten. Succes.
En veel plezier vandaag. Jij ook, John. Ik zeg in de strijd. Dat je veel klanten kan krijgen. Ik hoop het van gans hart. Ja? Oké. Okay. Jongens, de groeten. Heel goed. Doei doeg. Nou, dat was dan. Dat was dan de shop, hè? Ik zal je nog even wat laten zien waar we gaan eten zondag. Oh, ben ik ook benieuwd naar. Kijk, daar staat het. Wow. Ze hebben daar een lift, hè? Echt? Ze hebben daar een lift? Dan druk ik op alle knopjes. Nou, kijk, dan druk ik op alle knopjes. Kijk, hier gaan we naar binnen. Kijk, dat is de lift. Wow. Daar gaan we eten. Wow. Dat is bovenin. Ja, dat is echt. Eten, dus all you can eat. Dus laat maar zeggen, je kan van alles eten. Dat is echt heerlijk. Nou, dit is de winkel Prominent. Ook een hele goede tent. Keukens. Hallo. Sanidum. Hier kom ik ook af en toe. Ja. Een nieuwe badkamer uitzoeken. Nou, of het wel een wc. Een wc-pot. Dus hier is de wc-pot. Hier zijn klanten. Nou, laten we dat maar niet doen. Nee. Er zijn te veel klanten. Ja. Kunnen wel de eerste doen. Ja, de eerste. Dat is, nou, ik heb het geprobeerd. Vorige keer was ik het vergeten dat Sanidump dump was. Toen ben ik de wou ik daar gaan pissen. Toen zeiden ze tegen mij van, John, je kan daar niet pissen. Het was voor de show. Weet ik veel. Je kan toch al het toiletten gewoon proberen, joh. Nou, hier heb je ook een tent. Ja. Ja, hier heb je ook een tent. Ik ga even wat vragen. Ja. Ik ben zo terug. Is goed. Af en toe. Ja? Dat ik hier natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk geen werkkleding aan, maar. Dit is. Nou, stel je voor. Ja, ik ben Maarten. Hoi. En John is onze collega die hier elke week alles bijhoudt. Zo. Ja, dat is. En doet hij het een beetje goed? Hij doet ontzettend goed zijn best. Ja. Maar ja, je bent hier nooit klaar. Er is werk genoeg. Inderdaad. Ja. Dus ja, maar ik kwam toevallig een vlogger tegen en die is mij in aankomen houden. Een grote fan trouwens ook. Kijk eens, leuk man. En die is helemaal naar Vlaardingen geweest. Ik zei, nou, dan heb ik toch een beetje gevraaien van joh, waar ik zit. Ja. Alleen, weet je, er is één ding. Soms als ik onverwachts komt, dan hoor ik heel veel zang. En denk ik van, wie is dat toch? Wie is dat hier aan het zingen? En denk ik van, hij moet toch de tuin doen? Maar dan doet hij allebei tegelijk. Zingen en de tuin, dat is met plezier. Multitasken. Zo is het toch? Prachtig. Ja, oké. Okay. John, ga je goed, hè? Is goed. Nou, oké. Okay. Hey, veel plezier nog. Werk ze vandaag. Yo. Ik hoop dat jullie vandaag veel klanten krijgen. Knallen, hè? Hoe heet je bedrijf ook alweer? Oh, dat staat hierop. Berg en Berg. Oh, kijk. Nou, hebben we het er ook weer even. En de bloemetjes worden juist blijven allemaal gaan zingen. Ja, jullie zijn te zien op YouTube. Ja, mooi. Dat is goed, hè? Hey, okay. Groetjes, hè? Oké, okay, denk ik, hè? Of wat ga je er eigenlijk mee doen? Als ik vragen mag. Stalken doe je sowieso niet, maar je bent een fan van mij. Ik ben een fan, dus ik zet het op YouTube. Oh, dan ga je nog meer mensen ga je promoten en zo. Ja. Ja, dus dat is toch leuk. Ik vind het wel spannend. Ja. Jeetje. Nou ja, kijk eens. En dan komt hij donderdag online. Donderdag al? Ja. Oei. Dan ga ik me even onherkenbaar maken, want ik zie me graag liever niet op de. Op de beeld, duidelijk wel. Ze hebben daar gewoon een grote smiley in je beeld. Nee. Grote ronde smiley over mijn hoofd heen. Ja. Vind ik nou niet zo leuk. Maar dat mag. Nou, maar dit is dan mijn, als ik heel gauw weg wil om gezien te worden door fans, ga ik gauw hierheen. En toevallig heb ik mijn mond voorbij gepraat, dus denk ik dan ook naar jou toe geroddeld dat ik toevallig hier ben bij een woonboulevard. Ja. Maar, ja, ik denk van, ja, ik ga het zeggen. En gaat mijn mond voorbij. Nou hoop ik dat ik natuurlijk. Ik kreeg vandaag te horen van Omroep Joerijnie. Dat is mijn interview, hè?
Ja. Maar omroep Joreini, die heeft een bericht gestuurd naar omroep Max. Wow. Je hebt kans dat ik binnenkort gesprek krijg, een interview krijg bij, niet eerder beter dan, Jan Slachter. Wow, dat zou eigenlijk heel fantastisch voor je zijn. Ja, bekendheid moet er gewoon worden. Inderdaad. Ik begin al langzaam bekend te worden, maar het duurt verschrikkelijk lang. En ik zou best bekend willen worden. Ja, toevallig ben jij een groot fan en gaat mij groot maken. Ja, het zou wel leuk zijn dat jouw naam ook wordt genoemd. Inderdaad. Want nou heb ik een fan ontmoet. Nou weet ik dat je Levi heet. En dan ga ik, als ik een interview heb bij Max of wat dan ook, ga ik jouw naam noemen. Oh, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, dan. Daar zou ik echt heel blij mee zijn. Ja, nou, als vlogger word je dan ook eens een keer eigenlijk. Je bent al bekend, maar je wordt alleen bekender. Inderdaad. Jij bent die begonnen. Jij bent die Levi. Ja. Oh, ik had de naam zoiets gehoord van een andere zanger. Ik weet zijn naam niet meer. Oh, ben jij die Levi nou vlog? Ja. Trouwens, ik heb jou. Ik heb er een foto van gezien. Jij had een bril op. Een blauwe. En nu heb je. Ik ben in incognito. Ik ben incognito. Ja, natuurlijk. Als fan zijn durf je natuurlijk niet te laten zien. Nee, dus ik dacht, ik doe even snel andere jas aan en zo. Andere bril kopen. Juist, en heb je ook een andere muts op? Ja, andere muts. Ik heb blauwe jas in plaats van grijze. Ik denk, anders valt het te veel op, hè? Juist. Nou, dan weet gelijk iedereen wie ik ben. Dan moet ik overal handtekeningen uitdelen. Nou, heb je in ieder geval je handtekening gekregen. Maar wat ga je ermee doen? Boven mijn bed hangen. Oh, dat zei je al, hè? Ja. Boven mijn nachtkastje. Maar er zijn de tijden dat je nacht wakker blijft. Maar daar niet. Nee. En dan luister ik gewoon een van je nummers en dan komt het helemaal goed. Oh. Dan val ik gelijk zo. Nou, dan wil ik je wat vragen. Nou ga ik wat vragen. Hè? Je hebt me nou geïnterviewd. Ja, want ik heb daar even tijd voor genomen. Wat voor liedjes vind je nou het leukst? Van mij, natuurlijk. Ik denk dat kerstnummer. Kerstnummer? Ja. Oh, dat is die kerstnummer die we volgend jaar uit gaan brengen. Dit jaar uit gaan brengen. Ja. Kerst, het Groene Kerst heet het. Ja, Groene Kerst. Groene Kerst. Ja, dat is ook een heel mooi. Een goed gevoel, daar krijg je natuurlijk ook. Daar krijg je zin in de zomer door. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk een feestnummer. Inderdaad, het is geen carnavalnummer. Het is in ieder geval een nummer. Een goed gevoel heet die. Inderdaad. Die gaat op elk feest. Kun je dat wat voor maken? Nou, daar hoor je mensen die gaan daar. Als ze hem goed horen, gaan ze. Ik heb hem natuurlijk 3 keer gedaan. Die gaan daar op Polonaise lopen. Eerst kijken ze verbaasd elkaar aan van. Dat is een leuk nummer. En later gingen ze Polonaise lopen. Maar dat, daar ga ik mee over de interview doen. Met meneer Slachter. Met Jan Slachter. Als het doorgaat. Nou ja, ik zal zeggen. Ik ga er vandoor zo. Ja. Want. Eigenlijk durf ik het niet meer, maar ja, ik moet wel weer. Ik moet weer gaan optreden en ik ga oefenen. Ik zal zeggen, nou, bedankt dat je even mocht interviewen. Ja. Ik vond het leuk. Ik ook. Dat vind ik juist leuk om te horen, als fan zijnde. Sorry, ik spetter een beetje. Ik dacht, begin het te regenen, maar dan ben ik zelf. Het waait er terug. Nou ja, dat is nou... De humor wat ik een beetje heb. Ik heb een beetje humor, maar ik snap een heleboel niet. Maar ik vind het juist leuk om zoiets dat te zeggen. Nou, die camera. Want ik durf het eigenlijk. Oh, er komt een auto aan. Ja. Ik zou zeggen, er komt een auto. Ja, hier gaan natuurlijk uitsneden terug. Er komen ook vrachtwagens. Rijden achter om dan spullen te brengen. Dus dat zakt natuurlijk. Ja.
denk ik. Ja, ik ben hier af en toe. Hè. Natuurlijk, af en toe kom ik helpen. Dat weten ze. Heb je net gehoord van Berg en Berg Stichting. Een hele goede gordijnen kun je daar kopen. Ik heb daar ja, Luxe Flex. Nou, dat is wel leuk. Maar in ieder geval, ik vond het leuk. De interview voor het eerst kennis te maken met Levi. Wat is jouw achternaam? Levi Vlogging. Levi Vlogging. Vlogging. Ga daar kijken, mensen. Ik dacht, zal het doen, want Levi Vlogging. Nou, ik zou zeggen, tot ziens. Volgens mij is het achter elkaar zeker Vlogging. Levi Vlogging. Oh, daar zien de mensen vanzelf wel voorbij gaan. Nou, tot ziens. En ik ga naar de studio.